Er is een heel beroemd gedicht van Ida Gerhard. Ik zag de mensen in de straten, de armoe op hun grauw gezicht. Toen streek er over de gelaten een... Dan moet ik even denken hoor. Een luisteren, een vleug van licht. Ik weet niet of het helemaal... Want boven in de klokkentoren, na het donker bronzen uren slaan, viel over heel de stad te horen de bijaardier te spelen aan. Nou, ik bedoel... ook toen was er veel narigheid en de carillons hebben licht gebracht en ze hebben heel stout ook liedjes gebracht die eigenlijk niet mochten, maar die de Duitsers niet goed genoeg kenden. En zo allerlei Valeriusliederen werden toen gewoon gespeeld en dat hadden de Duitsers niet in de gaten. Herdenkingen en evenementen rondom de bevrijding 75 jaar geleden zijn afgelast vanwege het coronavirus. Maar de carillons blijven klinken. Ikzelf, maar ook al mijn collega's, klimmen hun torens op, zitten op de best geïsoleerde plek van de stad en doen hun bespelingen. Kan ook nog een beetje troost brengen, toch? Dat zou ik heel fijn vinden. En vrolijkheid, er is nu narigheid genoeg. Vanavond bereikt de carillon-estafette Lochem en later worden ook onder meer Zutphen en Doesburg aangedaan.